Dat is dan ook echt sowieso een gevoel van zo. Ik heb echt wat bereikt in het leven. Want dat beeld wat Ralf net schetst van het als artiest wel kunnen produceren, maar het niet kunnen verkopen. Is dat iets? Was dat in die fase dat jullie die omslag aan het maken waren naar het wel kunnen verkopen? Of was dat ook nog een beetje? Heb je daar hem bij kunnen helpen? Nee, toen nog niet. Nee, we zijn gewoon eerst heel veel gaan spelen. En ook, maar Ralf speelde toen met heel veel verschillende bezettingen eigenlijk. En het was een beetje losvast. En we hebben ook wel eens een jaar niet gespeeld. En toen op een gegeven moment kwamen we wel weer bij elkaar. En werd het tijd voor een nieuwe band. En toen heeft hij een paar mensen waar hij ook al, nou die al 10 jaar geleden, of 10 jaar kent, die heeft hij erbij geroepen. En ik een paar mensen. En ineens klikt het samen. En toen werd het ineens ook een onderwerp om het... Om het verkoopbaar te maken, in zover dat een onderwerp überhaupt is bij ons. Maar wel dat we wat meer ermee wilden gaan doen en het stapje hoger wilden brengen. Want is het zo, jullie komen allebei uit het bluescircuit, neem ik aan? Of jij ook? Ja, ik heb bluescircuit ook, maar ik heb ook veel andere dingen gedaan. Ik heb ook heel veel het rockcircuit gedaan. En wel vaak nummers, of wel vaak bandjes met eigen werk. Maar en het bluescircuit ook wel veel. Maar... Want is dat iets waar je tegenaan loopt op een gegeven moment? Dat je als solo-artiest, ik neem aan... Binnen de dat er veel cafés zijn waar je makkelijk op een podium kan gaan zitten, maar dat er daarna misschien niet veel mensen in de rij staan om jouw werk te kopen. Is dat iets, of dat het zich verkoopt, is dat iets waar je als eenmans artiest zeg maar sneller tegenaan loopt dan als je in een team in de vorm van een groep waarmee je musiceert, dat je opent dat eerder een deur voor jou? Nou, ik vond het in ieder geval heel mooi om mezelf weer wat nieuws te gaan proberen nu, nadat ik natuurlijk een tijd inderdaad in het circuit heb gezeten en bepaalde verwachtingen bij mensen heb, vind ik het heel mooi om weer wat nieuws te proberen en ook om die liedjes die ik heb geschreven, om dat lied schrijven, om dat verder uit te diepen, om dat te proberen in te groeien en op andere plaatsen te spelen en inderdaad met andere muzikanten te spelen vast, niet zomaar af en toe een jam doen met die en die, maar echt wat meer structuren maken en een mooie plaat maken, heb ik echt zo'n gevoel van daar kan ik ook verder mee groeien gewoon. Dus, in het geheel. Want je zei verwachtingen die mensen van jou hebben, die jij van me... hoe uitte zich dat? Waren er mensen die van iets verwachten, want die zagen jou misschien een ruwe diamant of iets? Nou ja, ik heb Harlem Escape van Cube in de Bass heeft natuurlijk 2 jaar meegenomen op tournee door heel Nederland in theaters. En dat was gewoon een hartstikke fantastische ervaring. Er was ook al zo van, wauw, dat hij er mij voor vraagt. Toen had ik echt zoiets van gevoel van, zo, ik heb echt wat bereikt in het leven nu. Maar was dat al het gevoel dat je, ja, nu ben ik er eigenlijk al, want ik kan me heel voorstellen dat voor heel veel jongens die binnen Nederland dat misschien al het hoogst haalbare mogelijk is, dat je misschien met iemand Dat voelde ik ook. Ik voelde dat ook zo echt van, wauw, dit is dat ik dit mag meemaken. Dit is echt, voor de rest van mijn leven is dit zo'n erkenning van dat hij dat vraagt. En daarna was het in 2018 toen voorbij natuurlijk. En had ik zoiets van, en wat nu? Ik wilde weer verder, ik wilde weer wat nieuws doen, weer wat groeien, verder groeien. Maar en ik had wel zo'n idee dat ik met een band wil. Nou ja, ik heb dat solo gebeuren. Zet ik dan toch tegen een soort plafond aan voor mezelf. Even van wat ik kan groeien, kan doen. Dan blijf ik een beetje binnen hetzelfde idioom hangen. En ik denk van als ik gewoon... met zo'n band, het liedje verder uit gaan werken. Ja, dan kan ik ook dat liedje schrijven verder uitdiepen. Wat moest hij, toen je hem voor het eerst ontmoette en begon met de spelen, wat moest hij nog leren? Waar kon er voor jou nog, was dat er nog ruimte voor verbetering? Dat is een goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Ja, een mooie vraag. Sowieso wat jij... Ralf was echt heel erg een gevoelsmens, dus hij speelde eigenlijk voornamelijk op zijn gevoel. En dat was ook eigenlijk het enige wat telde. En wat we bijvoorbeeld hadden met samenspelen, is dat hij een liedje de ene keer in een driekwartsmaat in kon zetten en de volgende keer in een vierkwartsmaat, zonder zelf het verschil te merken. Dus wat er dan gebeurt is dat de band die moet dan maar volgen en de ene keer ontaarde dat in iets ontzettend moois. En de volgende keer kon je precies hetzelfde liedje spelen en dan ontaarde het in echt iets heel erg onbeduidends. Dus daar hebben we op een gegeven moment wel aan gewerkt, zelfs helemaal in het begin al, om daar wat meer structuur in te krijgen. Van dat je eigenlijk altijd op een bepaald niveau
een liedje krijgt. En als je dat liedje dan hebt, dat je vanaf dat dan weer in kunt duiken en het beter kunt maken.